Goedemorgen volgers, daar zijn we weer. Weekend is weer voorbij. We gaan weer richting de zaak. Het is 5:15. We gaan even houtbriketten laden, want die zijn weer op. In de kofferbak. Dus ja. We doen nou maar een lampje aan, want ik kreeg de vorige keer van mij maar een duister gebeuren. Dat geloof ik graag. Het was een donker iets, dus nou is het brek in beeld. Gisteravond nog een leuke wandeling gemaakt. Kijk, daar gaat een haas. Die steekt over. Gisteravond nog een leuke wandeling gemaakt, in donker. Ik had dat eerst overdag willen doen, maar ja, helaas. Het SD-kaartje. Maar goed, in mijn Facebookgroep hebben we er hartelijk om gelachen. Mijn vloggersgroep. Gisteren al meteen nog een vraag over van het feit dat ik de e-mail was gestuurd door een andere. Ja, moet ik zeggen. Uit ver weg niet stand. Ik weet niet wat vandaan kwam. Pakistan, ik heb geen idee. Dan screenshots maken van je filmpjes en dan proberen jou over te halen om dat je gaat reageren en dat je tegen een flink bedrag jou gaan helpen om meer volgers te krijgen. Nou, dat trap ik dus niet in. Dat iedereen kan screenshots maken van je Facebook, van je YouTube kanaal of Twitter. Ik zat vroeger op LinkedIn, niet meer, ben ik vanaf gegaan. Hetzelfde verhaal, allerlei figuren die je aanspreken, die kunnen je helpen om je kijktijd te krijgen. Nou, die kijktijd komt best wel goed. Ik ben daar niet bang voor, ik zit daar niet over in. Ik doe het allemaal voor de lol. En ik moet geloof ik nog 900 uur voor ik wat eraan mag verdienen. Nou, dan verdien ik er niks aan, ook prima. Geen idee, geen paniek hoor. Ik heb veel volgers, veel abonnees. Dat komt alleen door dat ik 1 en 2 Hoekswaard en 1 en 2 Goede Railverkeer en 1 en 2 Krimpenbeheer. Daar haal ik mijn volgers vandaan. En dat heb ik ook gedaan door de bol in heb gezet. Om mensen over te halen om abonnee te worden. En dat hebben ze ook massaal gedaan. En ja. Ik. En dat er. Mensen zitten hier nooit kijken, dat blijkt soms wel, want ik vraag het wel eens en dan zeggen ze wat? Heb ik nog nooit gezien. Of wat dan ook. Maar we zijn weer naar beneden geworden om je te helpen en verder niets. Nou ja, prima toch. Dus, maar we hebben heus wel wat trouwe kijkers geworden. Heus wel. Maar, en dat gaat wel weer goed komen, want straks de zomermaanden komt eraan. En dan gaan we lekker filmen. Alle evenementen. In de Hoekse Waard, Goeree Overflakkee. Want dat is ook mijn doel. Want ik heb meer volgers uit Goeree Overflakkee dan uit Hoekse Waard. Dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. De trouwe schade zit toch echt op eiland, andere eiland. Dus ja, maakt niet uit. Het komt wel goed. Hoekse Waard komt ook alweer bij. Ik krijg best wel veel. En nu ook op TV Hoekse Waard worden gedraaid, daar heb ik ook al reacties gekregen van ouderen. Van ja, jongens in het bejaardenhuis rijdt dat scherm weer op. En je komt elke keer langs. En leuk. Nou, vind ik ook leuk voor die mensen. Kijk, daar heb ik niks aan. Qua kijktijd voor mijn YouTube kanaal heb ik er niks aan. Want het is natuurlijk allemaal gedownload. Maar joh, alleen maar leuk. Dat je zo mijn aandacht mee kan krijgen. En dus. Ja, nou, we gaan weer naar de baas, nieuwe werkweek. Ik ben benieuwd of hij er is, want hij was een week al ziek. Onze manager. En ja, we gaan weer lekker filmen op de zaak. Ook weer. Ja, natuurlijk alweer een beetje beperkt, maar... Zo, we hebben wat open haardhout. Gesprokken. Briketten. En hier hebben we nog... De trouwe makker voor een collega.
twee flesjes. Bon Bond. En Amber. Heel lekker biertje. Dus goed spul. Die zou ik iedereen aan willen bevelen. Trouwmakker. We hebben ons pakje weer aan. En we kunnen er weer tegen. We gaan wat kijken wat we vandaag gaan filmen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet wat we gaan doen. Het is een verrassing. Elke dag weer. Zo, we hebben weer even pauze. Het is lekker weer. Furka. En Sonda. Maar we moeten helemaal rondrijden. De Brienebrug is afgesloten. Er is een vrachtwagen dwars door de vangrail heen gegaan. En die is op de andere weghelft weggekomen. Dus dat staat helemaal stil, helemaal dicht. Nou, een optie Benelux-tunnel. Maar ik hoorde van iemand die daarheen moest. Het staat ook helemaal vast hier. Dus ik weet niet wat jij gaat doen. Ik zeg, nou, dan kijk ik via je Schoonhoven. Maar dan kan je alleen contactloos betalen, begreep ik. Ja, ik heb niet zoveel geld bij me, dus wat is de andere optie? Dan gaan we via Vianen de brug over, ja. We zullen toch aan de andere kant van het water moeten komen. Tom Tom zegt, ga terug, ga terug, ga terug. Maar ja, ik heb dat in mijn hoofd zitten, dus ik moet toch door. Het is ook al heel erg om.
Maar ja, ik moet toch gewoon aan de kant van water zien te komen. Ja, en de pont kan ik ook doen, maar ja, is 2,70 bij Schoonhoven. En ik heb 2,50 of 2,20 bij me, dus dat gaat het niet worden. Maar goed, hier staan we ook alweer in het rijtje, zie ik alweer, maar goed. Maakt niet uit. Wordt het gewoon laat, dan wordt dat trakje maar in het magnetron. En ja, dan zien we nog wat van de wereld, hè.